Ik ben Melvin, 24 jaar, opgegroeid in armoede. Als kind was het best moeilijk. Ik heb drie zussen en een broer. Dus er waren veel monden te voeden. Dan moeten keuzes gemaakt worden. Gaan we deze week lekker gezond eten en gaan we daar meer aan uitgeven omdat we verse groentes nodig hebben? Of gaan we wat makkelijks klaarmaken en het is wat minder gezond? Ruim een 250.000 kinderen in Nederland leeft in armoede, groeit op in armoede. Dat is een cijfer wat nauwelijks daalt door de jaren heen. En naar verwachting, nu ook met de coronacrisis, zal de komende jaren dit cijfer weer toenemen. Er werd onderscheid gemaakt door veel klasgenoten. Dus je wordt echt een beetje de rug toegekeerd van jij bent anders, dus jij hoort er niet bij. Kinderen gingen met het vliegtuig naar Spanje en bepaalde kledingsoorten. Jongeren vonden merkkleding hartstikke stoer. Ik had het niet, ik liep in gedragen kleding van mijn broer. Het is onverteerbaar dat we in Nederland niet voor elkaar krijgen om het aantal kinderen in armoede te verminderen. We hebben afspraken gemaakt met de Verenigde Naties en in 2030 moet het aantal kinderen dat in armoede opgroeit gehalveerd zijn. Het is nu de hoogste tijd om daar wat aan te gaan doen. Ik werk nu op dit vakantiepark. Ze hebben hier maar een vaste baan aangeboden en door al dat harde werk heb ik mijn schulden kunnen afbetalen. Ja, dat voelt heel fijn. We hebben een huis gekocht. We kunnen nu gewoon genieten van het leven en schade inhalen, dingen die vroeger niet konden. Kunnen nu eindelijk wel en daar geniet ik ook van. Defensor Children vindt dat de komende regeringsperiode minstens gewerkt moet worden naar het halveren van het aantal kinderen in armoede. En daarom vinden we ook dat het met grotere prioriteit moet worden opgenomen in het regeerakkoord. Ik vind het een schande omdat ik het zelf heb meegemaakt en weet hoe het is om in armoede te leven. En dat gun ik niemand en al helemaal niet iemand die jong is. Ik wil tegen de mensen zeggen dat ze allemaal moeten stemmen. En ga vooral kijken naar politieke partijen die zich bezighouden met armoede. En stem vooral op dat soort partijen.